Goedemorgen, welkom bij Sigma Sport op de stand op de Eurobike 2014. Vandaag stellen we u de nieuwe producten voor de verlichting 2015 aan u voor. De eerste lamp die we brengen is de Booster 200, een sportlamp met 200 lumen. De tweede lamp die we nieuw brengen is de Sportster, een lamp voor op de weg met 30 lux lichtoutput. Als eerste laat ik u de Booster 200 zien. De Booster 200 is een sportlamp met 200 lumen. Deze is geschikt voor racefiets, voor mountainbike en voor 's avonds voor renzenfietsen om van je werk naar huis te gaan. De Booster heeft verschillende lichtmodi. Een high power stand met 200 lumen output, een standaard stand met 100 lumen output en een spaarstand met 50 lumen output. Daarnaast zijn de verschillende blinkmodi beschikbaar. En de blinkmodi besparen dus accu en kun je langer mee doorfietsen. Naast de verschillende modi kun je ook op de knop zien hoe lang de batterij nog meegaat en je kunt de oplaadstatus zien. De Booster laat op in ongeveer 3 uur. Daarnaast hebben we nieuwe houders voor de Booster ontwikkeld. Eentje met een schroefhouder en eentje optioneel met een siliconenhouder. De siliconenhouder is geschikt voor dunne platte sturen van racefietsen. Daarnaast heeft de Sportster ook een geïntegreerde lithium-ion accu en een USB-oplaadfunctie. Ook zie je aan de bovenkant de status van de batterij, hoe lang je nog met de batterij kan doen. Of je ziet hoe lang deze nog moet opladen. Voor meer informatie over de verlichting van Sigma Sport kunt u onze website bezoeken www.sigmasport.com.